Geef geweld geen kans. Dat is de titel van de workshop die afgelopen zaterdag is gehouden in de Anamoehal aan de verlengde Anamoestraat. Het ging hierbij om het aanleren van zelfverdedigingstechnieken door vrouwen. De workshop is verzorgd door de sportschool Combat Readiness Suriname onder leiding van Ilona Engel Putter en haar echtgenoot en de Krav Maga Academy. Engel Putter geeft aan dat zij in de gelukkige omstandigheid verkeerden dat Gracia Ho Ashu, de eerste vrouwelijke Krav Maga fighting en combat instructeur wereldwijd, met vakantie in Suriname is en te kennen had gegeven een workshop te willen verzorgen. Nu zijn er twee sportscholen die zelfverdediging geven in dit systeem, dit Krav Maga systeem. En dat is Krav Maga Academy in Zuid en Combat Readiness Suriname in Noord. Nou, we hebben de handen in elkaar geslagen, want zo'n kans komt zelden voorbij. Dus het is geweldig voor ons beiden. Gracia is Combat Readiness, of is Krav Maga hoog in de boom. Ze is een hele goede instructrice. Dus om haar hier te krijgen en om gratis les te geven, dat is iets dat moesten we letterlijk met beide handen aangrijpen. Dus vandaar dat deze workshop nu gegeven wordt. Het is een workshop voor vrouwen, eigenlijk ook door vrouwen. Er zijn een paar mannen, maar die gaan straks als boksbal gebruikt worden. Dus die worden in elkaar gerammeld. Nee, maar dat is om een stukje awareness te creëren van ik als vrouw ben sterk genoeg om antwoord te kunnen geven. Ik kan nee zeggen en mijn lichaam is sterk genoeg om een pak slaag te kunnen uitdelen. De opkomst van de vrouwen voor deze workshop was heel goed te noemen. Engel Putter legt uit dat tijdens de workshop de vrouwen empowered of versterkt zijn. We gaan vrouwen leren slaan, schoppen, misschien zelfs wel krabben, stem gebruiken. Alles wat je kan gebruiken als je belaagd wordt. En dat geldt even zo goed voor mannen, want het kruis. En dan denken mannen, oh my god, mijn ballen. Maar ook voor vrouwen, het kruis is gewoon heel moeilijk verdedigbaar. Doet gewoon pijn. Ogen, je kan heel erg stoer zijn met je sixpack. Maar ogen verdedigen, althans spieren in je oogballen, is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus daar trainen we op, daar geven we tools voor. Van goh, als je wat gebeurt op straat, of misschien thuis, of je loopt naar de auto, of in de discotheek. Leer jezelf aan te wenden. Dat de punten zijn waar je eigenlijk naartoe moet gaan. Als je al een paar keer nee hebt gezegd en er wordt nog steeds vervelend naar je toe gegaan. Oké, dit zijn de tools die je hebt. Je hebt je stem, je hebt je handen, je hebt je voeten. En dan ga je naar de zwakke punten van diegene die niet wil luisteren. Die niet snapt wat een nee is. Is geschikt voor iedereen. Is self-defense. Dus je leert jezelf verdedigen in alle situaties. We proberen zoveel als mogelijk van de technieken zo snel mogelijk in simulaties bij te brengen. Zodat je het oefent en onder stress begint te oefenen. Dus ook bij de reguliere trainingen kunnen de mannen, ouderen, minder ouderen, kunnen allemaal komen. En het ervaren. En het helpt je vorming, het helpt je stand, het helpt je manier van kijken en lopen over straat. Ik denk dat het meest belangrijke is. De algehele zelfredzaamheid wordt vergroot. Blessures of niet, het moet niet uitmaken. Ik kan niet zeggen, oh meneer, komt u morgen terug en dan overvalt u me, want ik heb vandaag zo'n last van mijn schouder of ik heb hoofdpijn. Nee, het gebeurt je op dat moment en je hebt een antwoord daarvoor nodig. Josh Benter van de Krav Maga Academy Suriname, afgelopen zaterdag tijdens de zelfverdedigingsworkshop georganiseerd door zijn sportschool en Combat Readiness Suriname.